gelukkig nieuwjaar! Ja, we zijn er, we hebben het weer gehaald. We hebben het niet ontploft met een vuurwerkbom. Als je dit ziet, is het gewoon normaal, nou ja, 2013. Het zou kunnen dat wij wel ontploft zijn in de tussentijd natuurlijk. Want hoezo? Dit is nu live vanuit de studio. Het is live vanuit de studio, stom voor mij. Ja, het is 2013. Goed, 2013 nieuw jaar. Dus een nieuw jaar in technologie ook automatisch, want zo werkt het nou helemaal. Ja. Het is een beetje, gaat een beetje automatisch mee ook. Dus wij dachten dat het een mooie gelegenheid was om even diep in onze glazen bol te kijken en met jou te gaan delen wat we dit jaar allemaal gaan meemaken, denken te gaan meemaken. Ja, toch? Ja, het zijn voorspellingen. Het zijn voorspellingen. Dus of het allemaal uit gaat komen, dat gaan we aan het einde hopelijk even haarfijn terugkijken. Lijkt me wel leuk om deze video aan eind 2013 te pakken en dan kijken hoeveel het fout had. Dat is wel een idee, ja. Maar laten we in ieder geval even onze voorspellingen gaan doen. We hebben een heel rijtje, thema's, en die gaan we nu stap voor stap doen. We beginnen met internetregulatie. Ik denk dat we in 2013 eindelijk, dat klinkt alsof we er hoopvol voor op zijn, of we op zitten te wachten, maar ik denk dat het onvoorkombaar is dat we in 2013 het internet op een of andere manier gereguleerd gaat worden. Ze zitten er met de bedoelde grote overheden van grote landen, proberen al jarenlang doorheen te pushen dat zij internetwetgeving, internetregulatie in handen krijgen. We hebben begin van 2012 natuurlijk SOPA gehad, wat natuurlijk uiteindelijk afgeketst is. Ja, het is een hele zooi, een hele reeks aan shit is er SOPA, PIPA... Ja, nou goed, een heleboel afkortingen. Afgelopen december heeft de VN nog geprobeerd in een telecomwet ook internetregulatie, een telecomwetgeving die de telecomrechten bij landen in eigen handen legt. Nou, wat ze wilden is dat eigenlijk vooral de rechten en plichten die nu bij de ICANN liggen. Dat is een Amerikaanse non-profit organisatie die gaat over de uitgiftes van IP-adressen en domeinnaamregistratie, dat soort dingen. En ze hebben geprobeerd via de VN om dat bij een VN-orgaan neer te leggen. De ITU, dat is de International Telecommunications Unit. Unit. Ja, de unit. Waarom ook niet? Geen idee. Maar. Dat is uiteindelijk de EU is er tegengestemd. De Russen wilden het heel graag. China wil dat heel graag. Afrikaanse landen wilden het heel ja, graag. Ja, over het algemeen landen waarvan je niet wil dat ze daar invloed op hebben, die willen daar heel goed invloed op hebben. Vervolgens heeft Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten hebben het allemaal dit verdrag niet ondertekend. Het ligt nog wel op tafel. Ze kunnen het alsnog later gaan ondertekenen. Ja, maar de EU heeft al uitgesproken dat ze het niet gaan ondertekenen. Voor zover ik begrepen heb in ieder geval. Maar dat gaat een vervolg krijgen in 2013. Daar gaan ze weer mee aan de slag. Ze blijven net zo lang dat ze het wetsvoorstellen vormen, ja. Tot het er op een gegeven moment... Ik denk eerlijk gezegd dat het niet doorheen komt. Ik denk dat we in 2013, ik hoop het niet, maar ik ben bang dat we in 2013 een grote of een terroristische aanslag of in ieder geval een grote criminele activiteit gaan zien die mogelijk is gemaakt door internetcommunicatie, waardoor ze publieke steun achter internetregulatie kunnen krijgen. Want op het moment dat jij inderdaad een grote... de gemiddelde burger denkt dat jij dat je terrorisme kan tegengaan door het internet te reguleren, zullen zij een stuk makkelijker achter zo'n ding gaan staan dan als je dingen als piracy gebruikt. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook wat er gebeurd is in de navolging van 2001 met de hele Patriot-wetgeving. En ja. Internet was toen nog net niet groot genoeg of zo. Het speelde in ieder geval geen grote rol in de aanslagen. Maar er zijn wel wat dingetjes gebeurd op internet ook, hoor. Ik bedoel, de inlichtingendiensten hebben meer mogelijkheden gekregen om e-mail af te luisteren in te breken en dergelijke. Maar dat ik denk eerder dat het die vorm gaat aannemen, dat de inlichtingendiensten, bijvoorbeeld de Amerikaanse inlichtingendiensten, meer rechten gaan krijgen om privacy issues opzij te zetten en toch mee te lezen met e-mail. Ja, maar ik denk ook wel dat het uiteindelijk, ik heb het al vaker geroepen, maar dat het ook steeds meer de kant op gaat dat zij piraterij tegen willen gaan met dit soort middelen. Op het moment dat internet, als zij het internet makkelijker kunnen censureren, dan wordt het natuurlijk ook nog makkelijker om piracy te gaan bestrijden en dan zal het in ieder geval niet van het internet afgaan, want dat is nou helemaal de beste manier om... Nee, dat is een beetje een ding. Het is een beetje een utopie om te denken dat het gaat verdwijnen. Het gaat alleen andere vormen aannemen steeds. En dat is ook wat je nu al ziet, weet je. Ik bedoel, we begonnen allemaal met... Het begon allemaal met diensten als Kazaa en... LimeWire. Napster daarvoor. Napster, ja, natuurlijk de grootvader van alle... was Napster. En je ziet gewoon dat elke keer als de regulering
toeneemt, dat het gewoon een andere vorm krijgt. En torrents is zo gedereguleerd, het is zo decentraal, dat het heel moeilijk is om dat absoluut, tegen te gaan. Absoluut. Maar goed, ze gaan in ieder geval proberen. Dat is een ding wat zeker is. En ik denk nog dat het een hoop, en dat is een eindkomen. Op mobiele platformen is er nog steeds wel piraterij, maar een stuk minder, omdat het al dermate moeilijk is om illegale software te draaien, maar op iOS en Windows Phone. En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien ook in desktop applicaties en daarmee ook uiteindelijk films en muziek. En nou ja, wat je gewoon ziet is dat veel meer, heel veel van die diensten, heel veel van die softwarebedrijven ook gewoon steeds meer gaan naar een model van software as a service. Weet je, bedoel, Adobe heeft dit jaar natuurlijk de grote overstap gemaakt met hun clouddiensten. En dat je in plaats van in één keer €5.000 neerleggen voor Creative Suites, gewoon elke maand per maand €50 betaalt. En op die manier maken ze het allemaal een stuk toegankelijker. En ik denk dat dat zeg maar, dat soort initiatieven ook, dat je die ook meer gaat zien in 2013. Ja, en ik bedoel, die modellen blijken gewoon te werken. En bedoel, onderschat niet hoe belangrijk Steam is om piraterij tegen te gaan. Ja. Hoe makkelijker het is om inderdaad dat soort producten voor een kleinere prijs af te nemen dan dat jij naar de winkel moet, €60 moet betalen, fysieke media meekrijgt in plaats van dat je het met één druk op de knop op je computer kan downloaden. Dat scheelt natuurlijk een hoop. En ik denk dat een hoop mensen ook illegaal downloaden uit gemakzucht en niet zozeer uit geldbesparing. Nou, absoluut. Ik bedoel, ik zie het aan mezelf in Spotify. Ik download geen muziek meer. Ik Spotify heb. En dichter bij huis in Nederland voorspel ik dat Ivo Opstelt nog een paar debiele voorstellen gaat doen op trend van internetregulatie. Dat is toch helemaal geen gedurfde uitspraak, Vasco? Nee, maar ik wil het wel nog even gezegd hebben. Er komen nog een paar leuke, domme plannen aan. Ik verheug me er ook op. Dat is alleen maar goed nieuws voor de Vasco-partij, ja, denk ik. Volgende puntje, Windows 8 is natuurlijk gelanceerd in 2012. Ja, maar en gaat in 2013 is het jaar van erop of eronder voor Windows 8. Ja, absoluut. Zowel voor het mobiele platform als als het desktop platform. Ja, en de Windows 8 App Store natuurlijk. Weet je, dat is een onlosmakelijk verbonden met het succes van Windows 8, ja, denk ik. Ja, absoluut. Ik hoop dat Microsoft hun zaakjes op orde krijgt. Dat zij met een killer phone gaan komen waar Windows 8 op draait. Waardoor het echt heel aantrekkelijk wordt om in het Windows 8 ecosysteem te duiken. Ja, ik ben alleen heel benieuwd wie die telefoon moet gaan maken. Want tot nu toe lijkt Nokia het niet te doen. Weet je, de 920 is toch niet de telefoon waar iedereen op hoopte. Nou, het zou me niks verbazen als ze zelf ook met telefoonhardware komen. Wat daarmee ook denk ik gepaard gaat is Xbox integratie. Op het moment dat we volgend jaar een nieuwe Xbox gaan zien, dan zal dat natuurlijk ook compleet verwoven in het Windows ecosysteem gaan zitten. Dat moet wel, ja. En ik denk dat een hoop gamers een hele hoop voordelen gaan krijgen bij Windows 8 op het moment dat het echt vanaf de grond af aan ingebouwd zit in de Xbox. Beetje vergelijkbaar met wat ze met Xbox 360 en Games for Windows gedaan hebben toen de tijd. Ja, maar dan goed. Games for Windows was duidelijk een schot in het donker en hopen dat het goed kwam. Maar de integratie tussen Windows Phone en Windows Phone 8 en Windows 8 op tablets is er al. Dus ze hoeven het alleen maar te porten naar nog een extra device. De vraag is alleen of ze op tijd zijn. Of het niet al te laat is voor Windows 8 in 2012. Ja, weet je, vooral. Nou ja, kijk, Windows 8, dat gaat even. Weet je, dat is niet zo heel. Weet je, dat komt wel goed, eerlijk gezegd. Weet je, dat is niet. Het is meer Windows 8 Phone waar ik me zorgen over maak. Ik maak me helemaal geen zorgen over. Maar waarvan ik denk van, weet je. Ja. Gaan jullie dat redden? Want weet je, bedoel, er komt natuurlijk ook weer dit jaar een nieuwe Android en een nieuwe iOS-versie uit. Dat weet je ook al. Dat is ook een voorspelling die ik doe bij deze. Er komt een nieuwe versie van Android uit in 2013. Heel knap, petje af. Ja, ik ben vooral bang dat als we straks aan het einde van het jaar het item gaan terugkijken, dan heb ik in ieder geval, zijn er in ieder geval een paar dingen die zijn uitgekomen. Ja, nou ja, ik bedoel dat het erop of eronder gaat zijn voor Windows 8 nog meer dan in 2012. Ga ik ook wel gewoon vanuit dat het moet gewoon zo zijn. Je zei het al even, iOS. Ik denk dat we op iOS-niveau misschien wat verbeteringen in maps gaan zien. Ik heb nog geen idee wat ze daar verder aan gaan verbeteren. Ik hoop betere notifications en meer ambient data. Zoals Windows Phone doet dat heel netjes met die live tiles en zo. Ik hoop dat Apple daar ook eindelijk aan gaat. Want het is gewoon een heel hoop scherminformatie die nu niet nuttig gebruikt wordt. Ja. En ik denk dat we een hele grote integratie met de Apple TV gaan zien. De echte, het scherm van ja, Apple. Ja, niet dat kleine pukje. Ja, maar denkt echt dat in 2013 we de Apple TV gaan krijgen? Ja, in 2012 zijn er genoeg hints vanuit Apple. ITV, misschien moet je de ITV moeten, hoe moet je hem noemen? Want Apple TV bestaat natuurlijk al. De TV van Apple. De TV en van Apple. En Apple heeft natuurlijk ook geen moeite om twee producten dezelfde naam te geven. Kijk maar naar de iPad. Dat is waar. Ja, ik vind het wel grappig, want die geruchten over die Apple TV die gaan natuurlijk al jaren. Ja. En ik moet nog steeds überhaupt maar zien dat die komt. Want ik zie nog steeds niet wat Apple
te winnen heeft met een eigen scherm maken. De, ja. Apple TV onder je tv, zeg maar, die hockeypuck onder je tv, daar zie ik wat Apple daarmee wil, weet je. Die willen content pushen, die willen content gewoon verkopen iTunes aan je. Gewoon iTunes op je tv. Gewoon iTunes op je tv, dat is logisch, dat is begrijpelijk. Maar die hebben ze al. Ja. Waarom zou je dat scherm... Alle tv-makers, weet je, die... Er zit nauwelijks marge op tv's. Ze verdienen er nauwelijks op. Nee, maar Apple hoeft geen geld te verdienen op hun hart. Wel een beetje, dat doen ze. Maar dus ik denk dat ze met name nog meer geld gaan verdienen op de services die ze aanbieden. En de content die ze aanbieden. Apple heeft eind 2012 genoeg hints gedropt dat ze wel echt dat ze nieuwsgierig zijn naar de tv-markt. En wat, ja, dat geeft wel aan dat ze in ieder geval die kant op gaan. En wordt het een 4K-tv dan? Dat vind ik. Ik denk dat ze vooral gaan focussen op internetmedia. En ik denk dat 4K-content nog steeds te zwaar is om te streamen voor veel mensen. Niet voor iedereen, maar wel voor een hoop mensen. Ik denk dat zij met name, zeg maar, smart TV's nu, ze zijn er wel, maar het werkt nog niet allemaal zoals je zou willen. Je hebt nog geen, kijk hoe handig je smartphone werkt. Zo intuïtief werken smart TV's nog niet. Ik zie mijn moeder nog niet door Facebook check op te nemen. Dat komt ook omdat op een of andere manier tv-makers nog steeds niet in staat zijn om een degelijk menustructuur te bouwen. Zelfs voor de tv-functionaliteit werken die menus amper. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze... En daar heeft Apple wel een ding. Dat is iets wat Apple natuurlijk wel kan. Dat is ook wat Apple doet, weet je wel. Toen voordat Apple de smartphone-wereld instapte, was het allemaal... Ja, Windows Mobile 6 was wel oké, maar je moest wel eens een beetje een raketgeleerde zijn om er een beetje mee om te kunnen gaan. Dat zou ik een normale consument niet aanraden. En Apple kwam en die maakte het samen met hun tijdgenoten van Android en Windows, maar ze maakten het intuïtief. En ik denk dat als zij dat gaan toepassen op tv's, met name gaan een hele mooie design tv met een hele goede interface, komen ze denk ik al een heel eind mee. Nou ja, kijk, en op het gebied van 4K streaming bijvoorbeeld, is een ander ding wat in 2013 aangekondigd is voor 2013. Dat is een nieuwe software codec, een nieuwe videocodec. En dat is de HEVC codec, de HEI. Je wist het, je hebt het gestudeerd. Ik hoorde het studeren dit. Maar het is in ieder geval, maar je hebt nu HTSS4 als een beetje je hebt HTSS4, dat is de de facto standaard. En nu is door onderzoekers van Ericsson is aangekondigd de HEVC standaard. En die zou 2 keer zo efficiënt zijn als H264. En dat betekent in praktijk dat je of met dezelfde data hoeveelheid 4K kan streamen. Ja, 2K. Of dat je, weet je, 2 keer zo hoge kwaliteit 1080p kan streamen. Ja. Ik denk dat 4K nog steeds, zeker omdat je, ik bedoel, in Nederland valt het wel mee, maar ik denk dat in een hoop stukken van de wereld heb je datalimieten. Ja, sowieso. Ja. En voordat die datalimieten aangepast gaan worden. Of misschien moet wel eerst 4K komen voordat die datalimieten gaan. Maar dat is nu nog niet realistisch. Ik denk dat, ik bedoel, 4K is al op de markt. In 2012 kon je al 4K tv kopen voor 7000 euro. Zeggen, voor rond de 7000 euro heb je een 4K tv. Waar je dan vervolgens 2-3 jaar naar gaat zitten kijken. Want er is geen content voor. Nee, ja, precies. Dat is een beetje het ding. Ik denk dat we in 2013 dat het wel een paar duizend euro gaat zakken. En ik denk dat we rustig aan de eerste 4K-mogelijkheden gaan zien. Of de nieuwe gameconsoles dat worden, net zoals bij de HD-generatie. Het zou wel heel interessant zijn als inderdaad de Xbox 720, zal ik hem maar even noemen, of het is het Durango? De Durango. Of de PlayStation 4, weet je, ik bedoel, ja, ik denk dat het te vroeg is voor die consoles om op 4K in te gaan zetten. Ik denk niet dat de games developers er klaar voor zijn om, om zulke resoluties content te maken. En ik denk ook niet dat de hardware performance daar is. Bij de vorige ronde nieuwe consoles heeft de Wii natuurlijk ingezet op SD. En dat is, weet je, uiteindelijk een hele goede gok geweest, weet je wel. Want qua verkoop hebben ze het prima goed gedaan. En toen de Xbox 360 en de PlayStation 4 werden aangekondigd, waren een heleboel mensen die zeiden van ja, HD is dat nu al. En er waren toen veel meer HD-tv's op de markt en bij consumenten thuis dan er nu 4K-tv's zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat... Het zou heel tof zijn. Ik zou ervoor zijn, maar... Het zou me wel verbazen als, ik bedoel, Blu-ray-spelers hebben natuurlijk sowieso zelf firmware die makkelijk geüpgraded kan worden. 4K draait op Blu-ray. Het zou me niks verbazen als de PlayStation 4 en waarschijnlijk ook wel de Xbox 720 wel 4K films kunnen afspelen. Dat zou even zo mogelijk, ja. Ik neem aan dat ze er niet heel veel op in hoeven te leveren of niet heel veel kosten aan hebben om dat te implementeren. En dat betekent dat ze wel future-proof voor de komende 5-6 jaar zijn, mocht 4K echt de standaard worden. Ja. Cool, andere 4G. 4G. Van 4K naar 4G. Mid-december 2012 zijn natuurlijk de 4G-veilingen, de LTE-veilingen geweest. Alle grote providers hebben... Die hebben een frequentie kunnen bemachtigen. Kosten ze in totaal 3,8 miljard. 3,8 miljard? 3,8 miljard, dat is een hoop centjes, maar dat is blijkbaar makkelijk terug aan... Ja,
Ja, en een overpriced telefoon. Ga er maar vanuit dat er een datalimiet op die 4G-abonnementen gaat zitten. Maar dat geld moeten ze terugverdienen. Het datalimiet moet wel hoger zijn dan het 3G-limiet. Dat mag je hopen, maar weet je, bedoel, tot nu toe hebben die providers nog niet echt laten zien dat ze internet begrijpen en dataverkeer begrijpen. Dus het zou me niks verbazen als het gewoon dezelfde soort abonnementen zijn, alleen dan met meer snelheid. Ik vind het wel jammer, Tele 2 is er dan al bijgekomen en het is nog maar de vraag wat zij gaan doen qua datalimieten en dat soort dingen. Maar ik had graag een nieuwe provider gezien die even roet in het eten van de huidige dataverkeeromgeving zou. Ja, het probleem is dat er voor een nieuwe speler is de cost of entry is gewoon zo heel 3,2 miljard voor die frequenties. Ik bedoel, ja, dan moet je als nieuwe speler wel echt heel diepe zakken hebben. En dat is gewoon, dat gaat hem niet, weet je, dat is ook niet zo verbazend. Kijk wat Google in Amerika met Google Fiber heeft gedaan. Ja, dat is waar. Maar goed, in ieder geval 4G, het gaat gewoon komen. Er zijn een hoop toestellen die het al wel ondersteunen. Sommige zoals de Nexus 4 helaas nog niet. Maar ik denk dat we in principe in 2013 weinig telefoons zonder meer gaan zien. Dat denk ik ook. Ik bedoel, zeker nu het ook in Europa er gewoon is. Weet je, de grootste markten hebben nu 4G. Ja. Dus dan is het logisch dat de toestellen volgen. En weet je, ik denk dat aan het eind van 2013 dat er geen telefoon meer uitkomt zonder 4G-ondersteuning. Nee, dat lijkt me heel sterk. Ik hoop dat wat laptops gaan zien waar het in. Ik wou zeggen, wat ik veel interessanter vind zijn laptops en tablets. Want eigenlijk vind ik 4G veel, veel interessanter voor die categorie. Want weet je, laten we eerlijk zijn, op je telefoon heb je eigenlijk 4G. Het is een beetje overkill, weet je wel. Het is leuk, maar het is niet noodzakelijk. Nee. Op een tablet daarentegen. Weet je, bedoel, ik heb heel af en toe, als UPC weer eens opspeelt, dan gebruik ik mijn telefoon als wireless router. Mm-hmm. En dan gebruik ik mijn internet op mijn telefoon op mijn laptop. Ja. En dan, ja, weet je, dan zie je opeens dan zie ik pas wat 3G, wat de grenzen daarvan zijn. Ja, precies. Nou ja, absoluut. Dus dat wordt leuk. Cool. Steam, Valve gaat denk ik nog meer knallen in 2013. 2012 was natuurlijk een heel goed jaar voor ze. En ze hebben gewoon heel veel vooruitgang weten te boeken in marktaandeel. Ik denk dat ze nog geen hardware gaan releasen in 2013. Maar we gaan het in ieder geval aangekondigd zien. Misschien met een beta-test. Ik denk eerlijk gezegd wel dat ze het gaan releasen. En ik denk dat ze, weet je, dat ze wel moeten releasen, ook eerlijk gezegd. Want als de Xbox 720. Ik denk de Xbox 720 en de PlayStation 4 die gaan aangekondigd worden dit jaar. En dat gaat. Ik denk voor de zomer, misschien wel na de zomer in de winkels. Maar in ieder geval, we weten volgend jaar. Ze worden in ieder geval aangekondigd. Het is volgend jaar gegeven. En ik denk dat soort van. Dus dat forceer. Dat dus Steam wordt min of meer. Of Valve wordt min of meer geforceerd om in ieder geval een aankondiging te doen. En liefst ook al de markt op te treden. Want zij zijn de nieuwe spelers en ze moeten de eerder zijn. Hoe vaak laat Valve zich forceren? Dat is ook weer een punt, ja, absoluut. Maar dit is wel een andere markt voor Valve dan... Kijk, weet je, dat ze zich niet laten forceren op het maken van Half-Life 3, dat is iets wat ze zelf in de hand hebben. Er is geen concurrentie, er is maar één Half-Life 3 en die maken zij. Ja, absoluut. En weet je, dit is net iets anders wat dat betreft. En ik denk dat als Steam serieus iets wil gaan doen, dan zullen ze in ieder geval moeten gaan aankondigen tegelijkertijd of iets daarna of iets ervoor. Liefst iets ervoor natuurlijk. Liefst iets ervoor. En eigenlijk willen ze ook in de winkels, zou ik ook in de winkels willen liggen voordat de Xbox en de PlayStation en de nieuwe. Ik ben heel benieuwd naar de specificaties welk operating system het gaat draaien. Ik gok nog wel Windows, omdat Linux nog niet ver genoeg is. Oh nee, als die Steambox er komt, draait hij op Linux. Dat denk ik niet. Nee? Ik denk niet dat jij als welzijn een console kan verkopen waar je geen Call of Duty op kan draaien. Dan wordt het zo'n... Als ze dat gaan doen, dan wordt het echt een klein Kickstarter projectje waar een paar enthousiastelingen zoals jij en ik misschien wel geld voor neerleggen. Maar de grote consument gaat die wil FIFA spelen, die wil Call of Duty spelen. En dat is wel wat ze hiermee... Ik bedoel, geeks als jij en ik, die Call of Duty en zo gestolen kan worden, die... Die hoeven niet een nieuwe PC te kopen. Daar is die niet voor. Dit is om PC-gaming toegankelijker te maken. En op het moment dat jij er Linux op zet, maak je het minder toegankelijk. Ja, maar dat is natuurlijk de vraag. Hè. Wordt het een console die de PC-gaming toegankelijker maakt? Of wordt het een console? Dat is natuurlijk een verschil. Hè? Als zij gewoon voor een console of een gesloten systeem gaan, is er niks wat ze tegenhoudt om Linux te draaien. Absoluut, maar zoek dan maar steun bij die developers. Dan heb je nog maar dat wil ik zeggen. Weet je, het enige probleem is, dan moet je proberen developers mee te krijgen. Dus liever zeg publisher nog juist. En het ding is, Valve heeft met Steam wel een enorme machtspositie. En zij kunnen wel, weet je, redelijk wat afdwingen bij developers. Maar goed. Ja, niet genoeg om EA in hun ecosysteem te hebben. Ik wou net zeggen, dat EA is bijvoorbeeld een van de partijen die ontsnapt is daaraan. En ik...
zou zomaar kunnen dat Activision ook al bezig is met zijn eigen Steam replacement. Zou mij niet heel veel verbazen, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat Activision genoeg goodwill daarvoor heeft om daarmee weg te komen. Nee, maar dat had EA ook niet. Goodwill maakt niet uit. Ze hebben Call of Duty, dus ja, het gros van de gaming publiek zal toch lachend installeren. Ik hoop niet. Ik vind Origin al heel... concurrentie is altijd goed, maar het feit dat je geen EA-product op Steam kan kopen, vind ik gewoon heel kwalijk. Ja, het maakt PC-gaming niet toegankelijker. Ik heb liever één... Eén keer één partij die zeg maar waar ik aan betaal via creditcards en dan vier of vijf. Weet je? Ja, dus... ik wil gewoon mijn library op één plek hebben. Ik heb nu zo'n lijst aan spellen in Steam en dan wil ik Mass Effect gaan spelen, dan moet ik weer Origin gaan opstarten. Plus dat Steam is gewoon, weet je, dat is een product wat geëvolueerd is en wat gewoon doorontwikkeld is. En Origin heeft nog heel veel van de opstartproblemen die Steam heeft. En voegt weinig toe. Laten ze het wel eens, voegt eigenlijk helemaal niks toe aan wat Steam doet. Nee. Maar goed, los van, we hebben het natuurlijk over de Steambox, dus dat is even toch even wat anders. Ja. En ik ben heel benieuwd of het überhaupt gaat gebeuren ook. Weet je, bedoel, de stappen zijn al tijden duidelijk. Trouwens, of het gaat gebeuren. Gabe Newell heeft op de VGA's gezegd dat het gaat gebeuren. Oh ja, dat is waar. Dus het gaat sowieso gebeuren. En sowieso hebben we al een nieuw platform om naar uit te kijken in 2013. Want de Ouija komt eraan natuurlijk. Nou, de Ouija. De Ouija, de Ouija, de Ouija. Dat 100 euro Kickstarter ding waarmee je straks in Angry Birds op je tv kan spelen. Ik geloof er niet in. Mijn voorspelling voor de Ouija is dat het gaat floppen. Mijn voorspelling is voor de Ouija is dat ik... Ik hoop dat XBMC erop draait, dan koop ik hem sowieso. Ja, dan is het leuk. Als leuke mediastreamer. Dan is het leuk als ik ook nog een keer een spelletje op kan spelen, is dat mooi meegenomen. Maar dat boeit dan, weet je, voor 100 euro een goede XBMC-machine vind ik prima. Daar heb je helemaal gelijk. En ik hoop dat de performance daar is om daar vloeiend 1080p op te gaan streamen. Want is ik zou niet weten waarom niet, want H264 is inmiddels, weet je... Ja, is ook zo. Maar het is wel een mobiele telefoon in een kastje. Dat is een beetje mijn punt. Ja. Dus het is gelanceerd door een bedrijf wat met een budget van 8 miljoen, volgens mij, wat het op Kickstarter opgebracht. En zonder relevante ervaring eigenlijk. Ja, er zitten een paar mensen bij die wel in het verleden... maar goed, het is in ieder geval een leuk initiatief, weet je wel. Voor de indie gamers, voor de indie gamesmarkt kan het interessant gaan worden. Het is in ieder geval iets wat ik in de gaten ga houden in 2013. We gaan sowieso meemaken. Dat is ook een beetje erop gedronnen. Natuurlijk is het erop gedronnen, want het is het lanceren van het product. Dus, maar ik denk dat het product gaat of ontiegelijk vet worden, of gaat ontiegelijk floppen. Ik denk niet dat het een enorme hit gaat worden. Ik denk dat niet. De vraag is alleen, gaat het binnen de geek circles een hit worden? Dat is op zich genoeg. Dan heb je genoeg mensen om een valide platform te zijn. Ze hebben het geld al binnen, dus ze kunnen eigenlijk doen wat ze willen. Daarom. Goed, 3D-printing. Dat hebben we in 2012 natuurlijk ook al heel veel gezien. Het begint steeds groter te worden. Ja, Staples, elke winkel krijgt een 3D-printer in 2013. Ik voorspel bij deze dat ik in 2013 dat ik een 3D-printer thuis ga hebben. Gewoon omdat ik het wil hebben, want ik vind het tof en ik wil ermee kutten. Ik vind het fucking vet. Ik wil mijn eigen action figures maken, daar komt het gewoon op neer. Om 3D-printing groter te maken, moet het natuurlijk betaalbaarder en makkelijker worden, toegankelijker. Ik denk dat we daar een hele hoge push naar gaan zien. Ik denk dat het wel gemarket gaat worden naar niet zozeer kids, maar wel pubers die graag hun modelvliegtuigjes en denk zo je? Maken. Ik denk dat het in eerste instantie een bedrijfsding wordt, weet je wel? Dat het een voor mock-ups en zo. Ja, weet je, ik bedoel, architectenbureaus, dat soort bedrijven. Dat sowieso de meeste architectenbureaus hebben vaak al 3D-printers. Daarom, staan. Ik denk dat we juist in het eind 2013... De eerste keer die 3D-print heb, was bij de universiteit bij mijn vriendin mee die architectenopleiding deed daar. Ja. En toen heb ik mijn eerste poppetjes 3D-print. Neem ze mee. Nee, ze waren fucking lelijk, ze weggegooid. Maar goed, ik wil mijn eigen 3D-printer en ik ga hem krijgen dit jaar, maar het gaat ook betaalbaarder worden. Het wordt steeds betaalbaarder. Wat ik denk dat we gaan zien is eind 2013, is rond de kerst en Sinterklaas, een soort van kit om je eigen 3D-printer te bouwen voor gasten van een jaartje of 14, 15 voor kerst kunnen vragen. Ik denk dat het dezelfde markt waar bijvoorbeeld nu Arduino's en zo aan verkocht worden, dat die markt, dat gaat de markt zijn waar 3D-printing in 2013 echt gaat doorbreken. En ik voorspel dat we eind 2013, weet je, voor Kerstmis of Sinterklaas een mooie set Game Kings action figures hebben. En daar Schat Hemeltje Rijk mee gaan worden. Ik beloof niks, maar als wij Schat Hemeltje Rijk gaan worden, dan zeg ik daar geen nee tegen natuurlijk. De Oculus Rift gaat volgend jaar in april gaat die komen. De 3D-bril van John Carmack. De eerste development kits zijn al gepreorderd op Kickstarter en die gaan in april uitgezonden worden. Verstuurd worden. Ik denk dat we daar een hoop van gaan horen. John Carmack is al zo lang mee bezig om dat een goede ervaring te maken. Geen houtje touwtje shit, maar echt. De mensen die mee gespeeld hebben, die waren ook echt enthousiast erover. Ik, uh,
Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee? Nee. Denk je dat ten het eerste blijft? Omdat. Ik denk dat het een gimmick blijft, ja. Ten eerste omdat eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, alles wat John Carmack gedaan heeft buiten het bouwen van 3D-engines, is eigenlijk nooit echt succesvol geweest. Het is al in ieder geval ambitieus geweest. Maar weet je, ik bedoel. Ik zie het gewoon niet. Ik bedoel, het is hetzelfde met die, weet je, die 3D-brillen voor van Nvidia, weet je, dat je gewoon de games in. Dat is ook niet echt een ding geworden. Nee, maar dit is wel, omdat het twee losse onafhankelijke schermen zijn die hele ogen bedekken, ja. Heb je gewoon een grotere field of view. Er zijn games die erop draaien, weet je wel. Het is geen, ik geloof ook wel dat het een echt product is. Dat was, weet je, maar dat was de Virtual Boy ook, weet je wel. En dat is, ik bedoel, ik ben gewoon niet zo'n, ik geloof niet dat mensen bereid zijn om iets op hun hoofd te zetten. Klinkt misschien een beetje raar, maar... Elke keer als ik nu naar de bioscoop moet of ga... Ja, iedereen klaagt daar ook over. Klopt. En weet je, bedoel, kijk naar 3D-tv's. Ja. Weet je, is hem niet geworden. Nee, absoluut. Misschien dat in 2013 opeens een hit wordt. Ik voorspel van niet. Ik denk dat het nog minder gaat zijn. Kijk naar die Nvidia 3D gaming shit. Ook niet gedaan. Kijk naar de... Wat hebben we nog meer eigenlijk? Vast nog meer. Nou ja, sowieso. Je hebt een heel veel van die virtual devices. Begin 2000 had je een aantal van die... Virtual Boy. Ik weet niet hoe die heette. Ik had een soort van helm met infrarood sensor hier. En dan moest ik infrarood sensor bij mijn computer zetten. En dan kon ik mijn hoofd bewegen in die game. Maar dat was altijd onwijs laggy. En het was een hele slechte ervaring. Maar ik hoop, ja, ik hoop dat het tof wordt. En dat het, weet je wat, ik hou van toffe tech. Dus als het tof John is, dan ben ik er heel blij mee. Maar... John Carmack heeft al zijn energie gestopt in dit zo, zeg maar, zonder latency te maken. Waardoor het niet schopt. Ja. Waardoor je gewoon compleet om je heen kan kijken. En ik wil er in ieder geval een keer mee spelen. Ik hoop dat ik me vergis. Maar ik denk dat het wederom niet gaat werken. Iets waar ik me sowieso niet in ga vergissen zijn smartwatches. Ik durf er vergif op in te nemen dat we daar volgend jaar... We gaan sowieso de Pebble zien. Dat ding met Kickstarter aangekondigd is. Ik denk dat misschien Apple zelf, maar in ieder geval er gaan een hoop grote partijen gaan, denk ik, de horloges maken waar je smartphone informatie op kan gaan krijgen. iOS is daar op het moment heel erg beperkt in de informatie die ze doorsturen. Daarom denk ik ook niet dat die Pebble smartwatch het eenmaal het einde gaat worden. Ik denk niet dat het een topproduct gaat worden. Maar ik denk dat zeker voor Android-telefoons, misschien voor Windows-telefoons en hopelijk uiteindelijk ook voor iOS-telefoons... Ik denk dat... Gaan we gewoon een hoop ambient data krijgen, waardoor je gewoon... Ik geloof inderdaad dat er een heleboel partijen op in gaan zetten. Ik geloof wederom dat het niks gaat doen. Hoezo niet? Omdat het voelt als teruggaan. Het voelt als een stap terug. Vroeger had je een horloge en daar wist je hoe laat het was. Op een gegeven moment kwamen de telefoons en de klokje op. Dus horloges gingen eruit. Ja. En om nu weer terug te gaan naar horloges, weet je. Want serieus, of ik nou... Dit doe, of zeg maar dat doe, dat maakt geen klap uit. Als ik zie de toegevoegde waarde niet. Als ik zo kan doen en ik zie in één opslag mijn Twitter feed, mijn e-mail, mijn notifications, whatever. Dus ik zou er geld voor betalen. Zie je niet in één oogopslag, want al die informatie kun je niet kwijt op een schermpje wat zo groot is. Tuurlijk wel. Dus als op het moment dat de resoluties hoger worden. Ik bedoel, kijk hoe dun de notification balk voor je telefoon aan de bovenkant is. Met ook de tijd, je notifications, je e-mails. Ja, oké, maar dan zie ik, ik heb Twitter berichten. Dan moet ik mijn telefoon pakken om het te zien. Ja. Dus dan kan ik net zo goed meteen mijn telefoon pakken om het te zien. Nee, daar ben ik niet mee eens. Ik denk wel echt, zeker als je... Dus jij vindt een soort van de 2 seconden tussen dit en iets uit je... zakpakken en dat, daar heb jij een paar honderd euro voor over. Ja, ook omdat ik hou van gadgets en schermpjes overal. Ik geloof best dat er een groep mensen is die daar een paar honderd euro voor over hebben. Ja. Ik geloof alleen niet dat die groep heel erg groot is. Ik geloof dat het neerkomt op een paar geeks en tech en gadget nerds zoals ik weet wij. Niet, als het helemaal maar ik geloof niet dat het grote publiek eraan gaat. Ik kan me voorstellen dat het doorbreekt, omdat je, zeg maar, vaak als je nu in een sociale omgeving bent, je bent in de kroeg of whatever, is het heel asociaal om je telefoon uit je boek te halen. Je telefoon trilt en je denkt van... Nee, als jij gezellig in de kroeg zit met iemand, komt nu op je horloge kijken, is relaxed. Ik denk dat het minder aanstootgevend is als jij zo gaat zitten of dat je even, oh shit, ik heb een e-mailtje, hij is van Boris, dit is belangrijk, moet ik gaan kijken of... Weet je, ik wil het. Nee, ik geloof best dat er een aantal mensen zijn die dat tof vinden, maar ik geloof niet dat het een soort van, weet je, door gaat breken naar het grote publiek.
We gaan het meemaken. De populariteit van de Pebble spreekt wel in mijn voordeel. Dus, Want hoeveel mensen hebben dat gebackt? Nou, weet je wat het is? De Pebble Smartwatch heeft met 70.000 backers 10 miljoen opgehaald op Kickstarter. Ja, maar laat wel zien dat er vraag naar is, helemaal op zo'n niche als Kickstarter al. Laat staan wat het voor het grote publiek kan betekenen. Maar het ding is dat op Kickstarter hangen natuurlijk heel veel geeks en nerds rond. Als je kijkt naar de projecten die zeg maar, het goed doen op Kickstarter, zijn dat altijd zijn het de Ouija's. En dat zijn het of de Ouya's of hoe dat? Ouya. Ja, Ouya's. Als een Ouya. Ouya, ja. Oké, okay. Nou, de Ouya en weet je, dat zijn allemaal, of Star Citizen, weet je wel. Dat is allemaal heel erg geeky en nerdy en dat is... Ik denk niet dat heel veel, dat is, weet je, dat geeft niet zekerheid voor de acceptatie binnen de algemene Klopt, markt. Maar dat binnen die, die groep dat dit product zo populair is, ik denk dat we er een hoop meer van gaan horen. Ik ben heel benieuwd, we zullen het zien. Wat gaan we nog meer zien? Even denken, wat hebben we nog te gaan? Cloud shit, nou, dat was natuurlijk in 2012 natuurlijk ook een gigantisch. Ja, daar ga je meer van krijgen in 2013. Ik denk dat het bijna niet meer ontkombaar is dat welke applicatie dan ook synchroniseert tussen je desktop en je telefoon en je tablet. Ruimtereizen? Ja, commerciële ruimtereizen. De SpaceX heeft een groot plan op stapel liggen, de Falcon Heavy. Yes, durf weinig over te zeggen, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Het gaat heel spannend worden. Ik hoop dat het live op tv uitgezonden wordt. Ik hoop ook dat het live op internet gestreamd wordt. Dat was in 2012 natuurlijk ook al een groot ding. Sowieso de landing van de Curiosity, maar ook die Red Bull sprong. Ik denk dat we in 2013 nog steeds meer grote... En dat soort event streams. Dat we echt grote, gekkere dingen gaan zien die alleen maar live op internet worden uitgezonden. Waar gewoon miljoenen mensen naar gaan kijken. En ik denk dat ook door die Red Bull Stratus Jump, denk dat een hele hoop mensen gewend zijn geraakt aan dingen live op internet kijken. En dat dat gewoon een hoop goed doet voor de hele streamingindustrie. Ja. Nou ja, en dan zou die video... Die HEVC-codex zou dat natuurlijk uitstekend bij kunnen helpen. Ja, absoluut. Ik denk dat het... we hebben natuurlijk niet alles gehad, want wij kunnen ook niet veel verder kijken dan onze neus lang is. Nee, precies. En op een gegeven moment zit er ook een limiet aan hoe lang jullie naar ons willen kijken. Dat denk ik niet. Nee, is dat... Ze zijn al gauw boos als het tekort is. Dus dat is hierbij niet het geval. ik heb vooral heel veel zin in 2013. Ik merk gewoon jaar na jaar dat de vooruitgang die we boeken op... op kleine computers, weet je wel, op telefoons, smartwatches, dat soort dingen. Dat is een trend die ik voorspel, is dat je steeds meer gaat krijgen, telefoons worden steeds sneller. En ik vraag me af, misschien in 2013, maar misschien nog niet, of je gewoon de laptop vervangende telefoon. Nee. Je gewoon aansluit op een scherm, je bent in de bus werk je op je telefoon, als je op kantoor komt, dan sluit je. Ja. Motorola heeft dan een soort concept zoals dat gelanceerd vorig jaar. De Surface RT zit natuurlijk al in die richting. Pro. En die gaat al die richting op. En ik vraag me af of dat, weet je, bedoel, de Motorola heeft het vorig jaar geprobeerd, is niet helemaal uit de verf gekomen. Ja, hardware is weer een stukje sneller geworden, gaat weer een stukje sneller worden. We krijgen weer kleinere chips, die 17 nanometer. 16 nanometer, 16 nanometer, klein in ieder geval. Zitten we inmiddels op. Dus dat gaat steeds kleiner worden. Dus die dag dat jij gewoon dat je geen laptop hebt, maar gewoon een telefoon. Weet je, dat komt ook steeds dichter in de buurt. Of een tablet / telefoon. Moet de software wel daarvoor zijn? Want mobiele operating systems als laptopvervanger, dat is gewoon geen goede ervaring op het moment. Microsoft maakt de stap in de goede richting. Daar ligt een uitdaging voor Microsoft. Als ik Microsoft zou zijn, zou dat zijn waar ik op instel. Want dat is typisch iets wat de zakelijke markt heel goed kan gebruiken. Dat is ook iets wat ik zelf heel goed zou kunnen gebruiken. Nou ja, maar jij wil bijvoorbeeld video-edits doen en zo, en dat soort dingen. En ik kan me voorstellen dat een telefoon misschien niet krachtig genoeg is om dat op een goede manier te doen. Eind 2013 toch een keertje naartoe moeten gaan. Er zijn al genoeg appjes die het kunnen. Fair dat enough. Is natuurlijk nog steeds kinderspel vergeleken bij een grote applicatie draaien. Maar goed, de gemiddelde zakelijke gebruiker gebruikt Word en die schrijft maar mailtjes. En dat is eigenlijk prima te doen op een telefoon. En ik ben benieuwd, weet je, als Microsoft slim is, dan gaan ze daarop instellen. Maar ik denk niet dat Microsoft het gaat doen, maar ik vraag me af of een andere partij is die dat dit jaar gaat doen. Kickstartertje misschien. Eigenlijk Kickstartertje. Kut, we hebben het verklapt, nu kunnen we het niet meer doen. Print ik de mock-ups uit mijn 3D-printer. Ik stel voor dat we nu aan de slag gaan. Ja. Goed, ik denk dat we eind 2013 hier nog even op terug moeten komen. Dat lijkt mij leuk. Ik denk dat we een hoop dingen gemist hebben. Want ik zeg, het gaat tegenwoordig zo snel de afgelopen paar jaar. Er zijn ongetwijfeld dingen. En weet je, bijvoorbeeld, we hebben het eigenlijk nauwelijks over de nieuwe consoles gehad. Maar goed, dat is ook meer voor onze vrienden. Die hebben er al uitgebreid over gesproken. Onze GameKings broeders is dat meer... Ik kan er niet zo goed zien wat daar precies interessant is. Ja, natuurlijk wordt het interessant. Maar wat de grote vernieuwing gaat worden, het zal niet performance zijn. Nee, en het zal ook niet... Physical media zal ook nog steeds gewoon een ding zijn. Ik denk gewoon heel veel aan de service kant. De operating system goed. Ja. Goed, we kunnen voordat we nog een uur erbij hebben geluld. Fijn 2013 alvast. Fijn 2013 alvast en tot morgen.
Jee. Tot morgen? Morgen. Nou, waarom niet?